Dit is nieuwsuitzending nummer 130 en die gaat over Donald Trump, de nieuw verkozen president en de paus. En we gaan even luisteren naar Donald Trump. Well, I want to thank your eminence. This is really... Dit is al genoeg. Hij zegt dus nu, ik wil u danken, uw eminentie. Hij is op bezoek bij de katholieken. Great to be with you again. We love it, Governor. We can also. Oh, daar zag je hem zitten. Pak hem eventjes terug. On the need to stand up to anti-Catholic bias. Ja, kijk, anti-katholieke vooringenomenheid. Ja, hoe zou dat komen? Wat hebben die katholieken wel niet op hun geweten hier? And the great religious leaders here tonight give us all an example. That we can follow. En die vent daar links, dat is een vrijmetselaar, dat kan niet anders. We've got to come together, not only as a nation, but as a world community. Kijk, en dat wil ik dus ook helemaal niet, wat hij als laatste zei, een wereldgemeenschap. Wij zijn al een wereldgemeenschap, die hoeven deze mensen niet voor ons te maken. Now, I'm not Catholic, I'm a Methodist, but one of the things... Ja, dat interesseert me ook helemaal niets. Wat is... Hoezo? Dit is een politieke vrouw. Zij zit is onderdeel van de gouvernantie. En waarom moet ik dan weten wat voor een geloof ze heeft? ...that we share is the belief that in order to achieve salvation we need both faith and good works. Ja, dat is niet waar. Martin Luther heeft het helemaal ontzenuwd. Want dit is de basis van de aflaten. Je mag wel stout doen als je maar betaalt. And you certainly don't need to be Catholic to be inspired by the humility and heart of the Holy Father. Kijk, of de Holy Father, hè? Heeft het over. Even los van die vrouw die er linksbovenin zit met die hele mooie handschoenen. Die zie je natuurlijk onmiddellijk, hè? Die handschoenen vallen erg op. En die oorbellen. Het lijkt wel van de Egyptische prinsessen. Maar in de Bijbel, ja, waar deze mensen dan, want ze zijn katholiek, dus ze houden toch van de Bijbel, of niet? Hè? Nou, dit is dus de King James Bijbel, of de Koning Jacobus Bijbel. En dan nemen wij Matthäus 23, Matthäus boek 23, of een hoofdstuk, vers 9. Hoofdstuk 23, vers 9. Hier staat het dus. En waarom staat dat daar? Nou, dat komt, want er is niemand slimmer dan jij. En ook niemand dommer dan jij. Je mag niemand vereren. Je mag je geen beeld maken. Je mag niet zeggen, jij bent mijn vader. Want je vader, die verblijft elders. Dat staat hier. Ik ga nu geen hele Bijbeltekst lesje geven, lesje. dat kan ik niet zo goed. Jörg Gliesman nog wel meer mensen, die kunnen het allemaal prima vertellen. Walter Veit kan het goed vertellen. We gaan even luisteren naar Hillary Clinton. Pope Francis. Or to embrace his message. His message about rejecting a mindset of hostility. Wat hier wordt gezegd, het afwijzen van een gedachtegoed van vijandigheid. Nou, die organisatie die zij loopt te vertegenwoordigen, die heeft een partijtje gewelddadigheid gepleegd. Dat wil je niet weten. His calls to reduce inequality. Kijk, dat is ook een mooie. To reduce inequality. Het verminderen van ongelijkheid. Dat hebben we toch helemaal niet nodig? Het is toch prima dat we mensen hebben die heel goed zijn in wiskunde. En andere mensen zijn heel goed in natuurkunde. En weer andere mensen die willen gewoon vuilnisman spelen. Die willen helemaal niet nadenken, die willen gewoon lekker werken. Zoals de drummer van mijn band. Die zat bij mij in de klas.
En die zei op een gegeven moment van, nou, ik vind het allemaal veel te ingewikkeld, al die wiskunde. Ik wil bouwvakker worden. Nou, hij heeft een mooier huis dan ik. Dat is ongelijkheid. En hij bouwt jongen aan het huis en hij heeft een sauna gemaakt in zijn tuin. En een ander handig dingetje. Hij heeft een hele mooie vrouw. En hij heeft ook een waterpartij. Gaat iemand gewoon lekker met zijn handen werken. En laat mij maar gewoon computerprogrammeur zijn. En ik woon in een kutflat. Daar ben ik heel tevreden mee hoor. Maar het is een heel klein kutflatje. Dat vind ik ook goed. Dat is voor mij goed. Dat is ongelijkheid. Dat is toch prima? Iemand mag voor mij ook een villa hebben of zo. Of een stuk landgoed. Maakt mij het uit. Ik heb een goede vriend. En het enige wat hij heeft is een kamer van 2x3. Met een bed. That's it. Gezamenlijke douche, gezamenlijke alles. Nou, hij klaagt ook niet. En de paus, of Hillary Clinton, die gaat die ongelijkheid opheffen. Waarom? Ik wil juist ongelijkheid. Ik vind het gewoon leuk. De ene heeft dit en de andere heeft dat. En je leven, je woont hier in het huis van jouw vader. En jouw vader is mijn vader ook. Warnings about climate change. Ja. His appeal. Dat klopt. Climate change, klimaatverandering. Het is aan de hand. We hebben de warme tijd gehad. Ik ga het nu niet helemaal de grafieken van de NASA erbij pakken. Maar we hebben gewoon een tijd gehad. Dan was het echt fok. Ja, nee, mag niet vloeken. Maar erg heet. Gemiddeld gesproken, erg heet. En in de 17e eeuw hier in Europa was het erg koud. Ja. Dus, en. Weet je, gisteren regende het. En vandaag is het droog. Is dat mijn schuld? That we build bridges, not walls. Ja, dat is now, ook. As you may know. Ja, kijk, dat is ook hele mooie. Kijk, bridges, not walls. Hè. Kijk, de paus. Dat is de Pontificus Maximus. Dat is de allergrootste bruggenbouwer. Deze mensen beweren dat ze ons kunnen verenigen. Ja. Het rare is wel dat in Israël is er een enorme muur gebouwd. En Vaticaanstad, Vaticaanstaat moet je eigenlijk zeggen, daar staat ook een enorme muur omheen. Nou, laten we gewoon een brug bouwen naar Vaticaanstad. En dan gaan we allemaal lekker kijken in die kelders daar. Wat ligt er eigenlijk aan spul? Oh, my running mate Tim is Catholic and went to Jesuit schools. And one of the things he and I have talked. Ja. Hillary Clinton ging ook naar een Jesuïte school. Talked about is this idea from the Jesuits of the Magis: the more, the better. Well, we need to get better at finding ways to disagree on matters of policy while agreeing on questions of decency and civility. Kijk, als we het daarover hebben. Decency, en het rest was civiliency of zo, burgerschap. Decency, wat is decency? En zij gaat mij vertellen wat decency is? Ons vertellen? Alsof wij een stelletje kleuters zijn. Ik wil helemaal geen decency. Ik wil een fatsoenlijk financieel systeem om te beginnen. En ik wil ook dat als er mensen zijn die misdrijven plegen, dat die opgepakt worden. Geraptured, zal ik maar zeggen. De rapture, dat is een grappig verhaal. Maar die moeten gewoon weg. Die eikels moeten afgevoerd worden. Je moest eens weten hoeveel last ik heb gehad van dakloze mensen hier in Arnhem. Die kwamen dan uit Koerdistan of whatever. En dan moet je maar medelijden mee hebben. Maar die mensen zijn ultimately boring. Die hebben me gewoon achtervolgd met zo'n hand omhoog. Van, mag ik een euro? Mag ik een euro? Rot op. Wat doen die stomme lui op straat? Hier bij de supermarkt. Dat is zo'n zigeunerclub. En dan zetten ze een vrouw neer met een zelfkrant of zo. Of de zelfkantkrant of zo.
Die vrouw doet niets anders dan de hele dag bij de supermarkt staan met een zelfkrant. Zelfkant. Haal die mensen weg. Daar heb je toch helemaal niks aan. Die moeten een bedje krijgen en een kruik. Zo. Ja. Doe daar wat aan. Dat is decent. En zij gaat mij lopen vertellen hoe decent ik moet lopen doen tegen die daklozen hier allemaal. Als die daklozen je lastig komen vallen en te veel zeuren, nou, dan moet je gewoon een... Wat moet je dan doen? Dat zeggen ze ook niet. Je mag er niet over zeuren. How we talk to each other. En daar hou ik ook niet van. Ik wil niet dat Hillary Clinton of welke organisatie ook mij gaat vertellen hoe ik moet praten. Want dat bepaal ik eventjes lekker zelf wel. Ik ben niet persoonlijk beledigend grof, want dat mag niet. En voor de rest zeg ik gewoon wat ik wil zeggen. En niet wens ik dat Hillary Clinton mij gaat vertellen dat er een manier is om met elkaar te praten. Absoluut niet. Er is een manier om met elkaar te praten en die staat in de Bijbel. Dat is gewoon een beetje fatsoenlijk praat. En meer niet. En wat je dan zegt, ja, dat moet je lekker zelf weten. Meet each other. Respect each other. Respect each other. Respecteren. Respect, dat is Latijn, dat is een Latijns woord. En specter, dat is zien, zeg maar, of bezien of zo. En re is opnieuw. Dus respecteren is of kijken moet je eigenlijk zeggen. Ja. Specter is kijken. Dus respecteren is opnieuw kijken. Nou, als ik jullie was, zou ik opnieuw kijken naar Hillary Clinton. En dan die babe die daar linksboven zit, met die witte handschoenen. Die heb je de hele tijd natuurlijk al gezien. Ik snap ook wel, als je een jongetje bent, dat je denkt van, wauw, wat een mooie handschoenen, zeg. Kijk, oh, ik heb hem gemist. Welke kardinaal is dit? Maar weer eventjes naar die handschoenen kijken. Dan moet je gewoon even... Ja. Ja, kijk. Hier zit hij, ja. Dit is zo'n vent. En zijn organisatie. Die verneuken onze kinderen. Ze brengen ons onderwijs omlaag. Ze verschalen de gezondheidszorg. Onze oudjes, die moeten in een luier zitten. Want er is maar één... meisje dat, ja, die komt om 3 uur 's middags langs of zo. En dan kan je naar de pleeg gebracht worden. That's it. Ja, dus deze organisatie. Deze organisatie die heeft in Paraguay, hebben ze religiones gemaakt. Verminderingskampen of zo. Of concentrationslagen. Mensen helemaal vangen. Gewoon verplichten tot arbeid. Arbeid macht vrij en zo. En een poen, jongen. Wil je kijken wat voor geld deze mensen hebben? Can you see what is happening, friends? Kijk, dit is mijn collega. Die je even hoorde. Want dit is een video die ik van hem... die ik gebruik momenteel. Dat vindt hij echt niet erg, hoor. En hier zie je dan het fascisme. In het midden zie je die man in dat witte pak met zijn toestanden. Allemaal mannen eromheen. Al die mannen hebben donkere kleren aan. Al die mannen hebben een stropdas en sommigen hebben een strik. Want dat is dan weer een hogere orde, denk ik. En linksboven zie je een vrouw met een geel pakje en een vrouw met een rood pakje. En ik zie daar boven de paus zie ik een vrouw in een blauw pakje. Dit is fascisme. Zo ziet het eruit. Ik doe de audio even uit. Als je even verder laat zien waarom ik het zo zeker weet dat dit fascisme is. Kijk, hier kan je het zien. Ik laat even kijken. Oh, te ver. Kijk, hier kan je het zien. Ja. Dit is een fascus. En dat is een fascus. Dat is een bundel van stokken met een bijlkop erin.
Het is de vereniging der mensen in de zin van oorlog en geweld. En deze man in het wit, die loopt dit te verkondigen. Hij wil Jeruzalem. Ja, zijn organisatie. Hij mag de woordvoerder zijn op voorwaarde dat hij Jeruzalem pakt. Even iets verder kijken. Nog wel een leuke. Ja, kijk deze. Kijk, hier zie je Joe Biden. Dat is een Zionist. En dit is Boehner. En die wordt door Alex Jones van Infowars.com. Dan wordt hij wel Boehner genoemd. Dat betekent stijve penis. Boehner is een... Boehner heet hij. Hij is ontslagen. Toen de paus kwam, toen is hij eruit gemapt. Hij is nou weg. Maar hij mocht nog één keer meeklappen voor de paus. Hij heeft iets fouts gedaan of zo. Of er moest een jongeling in, weet je veel. Enge toestanden. Hier staan ze met z'n allen op het balkon. En dan heb je hier, dit is Washington DC. En dan zie je hierboven, hier staat die obelisk. En die obelisk, dat is niet van Asterix en Obelix. Want Obelix is met KS en een obelisk is met SK. Net zie je iets met weesp en weeps. Of webs. Of was het nou wesp? Maar een obelisk. Dat is de afbeelding van de penis van Osiris. En Isis, die heeft die penis gereconstrueerd. Dus de vrouw heeft, dat is echt een smerig verhaal. Absoluut heidens. Maar ik kan het niet opdreuneren, maar het is een heel smerig verhaal. En dan komt er een kind uit en het heet Horus. En misschien dat het niet toevallig lijkt op het woord hoer. Het gaat er in ieder geval om dat de vrouw eigenaar is, bezitter is van het kind en niet de man. En de man, die daar wordt een beeld van gemaakt. En dat is dan een obelisk. Ik zeg bijna weer verkeerd om. Maar de man wordt gereduceerd tot een penis. Meer niet. Dat is het verhaal van de obelisk. Dit is ook heel mooi. Wat deze man hier doet. En dan stop ik ermee hoor. Want dit is al de vierde keer dat ik dit probeer. Even kijken of die zo goed gaat. Silent. The churches are silent. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Dus wat je net hoorde was de stem van mijn collega. Wat je nu net hoorde is de stem van deze man. En hij vraagt zich af, als er geen protestantse kerk meer is, hoe kan er nog een protest zijn? Ja. Het punt is, de katholieke kerk die heeft er ongelooflijke aantallen omgelegd. Alleen al in het jaar 1943 in het land Kroatië. Dat is een onderdeel wat wij, dat heet nu voormalig Joegoslavië. Maar daar dus in Kroatië hebben ze er 700.000 omgelegd. En dan doet hij hier lollig over van, oh, dat is geen probleem meer tegenwoordig hoor. Maybe we now we're all Catholics again. Maybe we are now all Catholics again. Oh, dat is een goede vraag. Nou, ik niet. Ik wil niet lid zijn, deel uitmaken van een organisatie die alleen al in 1943... in Kroatië, wat een heel klein stukje van Europa is, 700.000 mensen heeft omgelegd. En hij doet er leuk over. The protest is over. Nou, wat mij betreft niet. Als hij naar mijn uitzending luistert,
dan snapt hij vast wel dat het protest helemaal niet over is. Want we pikken het toch gewoon niet. Ze hebben onze kleuters gepeuterd. De Vietnamoorlog is ook van deze partij. Ja, wanneer is het genoeg? Gewoon zucht. Ik weet het ook niet. Ik ben er ook pas sinds een tijdje achter dat het die katholieken zijn. Dat zijn helemaal geen christenen. Dat zijn namaak-christenen. Ze zijn idolaten of zo. Idolateriers. Idolateristen, laat ik zo maar zeggen. Ze zijn beeldvereerders. Zij geloven in een onfeilbaar mens. En als ze maar lekker meespelen, dan gaat alles goed. Ja, voor hem wel ja. Maar voor mij ook. The protest is over. Revelation 13 tells us that ja, nu komt mijn collega weer aan woord. Dus we kunnen dit stoppen. Behalve dat er een erg leuk stukje zit van een fake prediker. En ik vind toch dat je eventjes naar hem moet luisteren. Dan krijgen we hier zo'n blonde bitch. Even op zich grappig, hè? Ik bedoel het niet echt letterlijk, maar zij gaat liegen, jongen. That you've heard in those meetings, those phone calls, that gives you the most hope, and what you're listening for, what was your ear tuned to, that you've heard out of that, that was the most. Zou ze een pruik op hebben? Encouraging thing as a Christian. If something were. En hier komt hij dus, hè? Dit is dan een of andere prediker. Nou, Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En door deze man kom je echt niet tot de Vader. Dat gaat helemaal nergens op. Hij gaat zo dadelijk met zijn vuist op tafel slaan. Alsof dat helpt. To really, really strike my heart. If God really showed me something that I felt like. And that the Lord would say, you deliver this. Yeah, yeah. I have no doubt but what I could deliver it. And that was not true in presidents past. Mm-hmm. I am totally convinced that if the Lord were to say something to me, if mm-hmm. the Lord were to say mm-hmm. something to David, or if the Lord were to say something to Bishop, that dit is een heel erg slecht geregisseerd toneelstuk. Nou, misschien is de regie wel goed. Nee, het is allemaal. Maar de hoofdacteur die klopt niet. President needs to hear. I have. De president. Wat heeft de heren te maken met de president? Weet ik echt niet, hoor. Deze man, die klets maar wat. Yeah, no doubt yeah. that we could do it and do it quickly. Yes, sir. And have audience to say, thus saith the Lord. And he wouldn't just turn it over to an aide or something and just write it off. He would listen and it would mean something to him. So now. Ja, precies. Dit was hem. Dit was dus een namaakprediker. En die heet een kennelijk Kenneth Copeland, denk ik. Zou zomaar kunnen. Maar dit is niet het christendom. Het christendom, dat staat in de Bijbel. En de Bijbel, die legt zichzelf uit. De Bijbel is een. Ik wil geen christen beledigen. Maar de Bijbel is een I Ching, maar dan iets beter. Die legt zichzelf uit. Je hebt geen priester nodig. Je hebt een eigen persoonlijke relatie met de Heere Heren. Want je bent zijn kind. En luister naar hem. En hoe je dat moet doen, vraag het niet aan mij. Dan lees je Bijbel, man. Dan word je rustig. Hè? Dan denk je, oh, zit dat zo. En dan maken wij hier een mooie wereld van. En dan drijven wij deze crazy bald heads out of town. Op het op zijn Bob Marley's te zeggen. We're gonna drive them crazy bald heads out of town. Ik kan hem nog even bijpakken als eindmuziekje, maar dat is niet te belangrijk. Nee, ik ga hem stoppen. En op zijn hamburgers, dat is auf Deutsch, sag ich tschüss. En dag, lieverds.